Grondgedachte: betrokkenheid van medewerkers. Waarom? Als je ze betrekt en je hebt overleg, dan krijg je ook veel meer consensus. Leidt tot veel meer inzet en samenhang. Onderzoeker was sowieso Harper, maar Mario heeft het uiteindelijk uitgewerkt. Hierin zit de stimulatorrol. Het stimuleren van andere mensen. Ofwel onderling vertrouwen en samenwerking creëren door overleg. Er is ook een stukje conflicthantering in. Dat ze conflicten zijn met je stimulator die uiteindelijk kan oplossen. Hier is er ook de mentorrol. Het beste in de mensen naar boven halen. Oftewel ze begeleiden in het beter worden van hun werk of in andere gedachten. Nou, voordeel: mensen kunnen zich ontwikkelen. Nadeel: ja, als je overal iedereen bij gaat betrekken, dan raak je nog eens in zo'n eindeloze discussies, heel veel vergaderen. En dat merk je op een gegeven moment met heel veel vergaderen. En het probleem was ook dat er uiteindelijk te veel individualisme was. Per rol weer drie vaardigheden. Een stukje teambuilding, hoef ik ook uit te leggen. Participeren, de besluitvorming gebruiken en natuurlijk de conflictmanager zit hierin. En in de mentorrol, inzicht in jezelf en anderen. Effectief communiceren, want als mentor is dat natuurlijk belangrijk. Kijk maar naar docenten. En ontwikkeling van werknemers. Deze vaardigheden zitten hierin. Drie van de vier. Toen had men alles intern heel goed geregeld. Zoals je ziet, al deze managementmodellen, deze drie, gaan eigenlijk over interne structuur. De ratio en doelmodel over productie omhoog houden, zo efficiënt mogelijk werken. Daarna alles gaan opschrijven en bijhouden, het analyseren en zorgen dat allemaal geregistreerd wordt, het controleren daarvan. En vervolgens het human relations model, waar je kijkt naar de medewerkers die er zijn en dat je daarmee zo goed mogelijk omgaat. Allemaal intern gerekend. Eind jaren 70, begin jaren 80 kreeg men een ander probleem. Steeds meer concurrentie en vooral ook concurrentie van de nieuwe economieën van Azië, waar men steeds sneller dingen kon kopiëren van wat wij hier deden. En vooral westerse bedrijven hadden last van. In het verleden, als we hier iets bouwden en er werd want het was toen heel erg een kopie-economie. Als men daar dingen ging nabouwen, dan duurde het in ieder geval een half jaar, dan kon jij in ieder geval rond je markt wel veilig. Nou, vanaf daar naar hier importeren was allemaal moeilijk. Informatie verwisselen of uitwisselen van hier naar daar werd moeilijk. En met de komst van internet, steeds snellere transporten, logistieke processen die steeds beter verliepen, werd die tijd dat men daar iets ging maken of daar iets gezond en hier ging verkopen, steeds en steeds korter. Dat betekende dat bedrijven nu ook naar buiten moesten kijken. Wat doet de concurrent? Hoe kunnen wij dat voorblijven? Hoe gaan we dat inrichten? Hoe gaan we daarmee om? En vandaaruit is dan ook een systeemmodel gekomen. Organisaties tegenwoordig, als je moet overleven, moet je ook om je heen kijken. Wat doet de concurrent en kunnen wij dat beter of moeten wij het anders? Of hebben wij nog steeds de juiste strategie? Als je kijkt naar het OPC-model, is het natuurlijk continue aanpassing. Je behoudt wel aan je eigen strategie, maar daarom moet je in je doelstelling of in je werkwijze wel kunnen aanpassen. Creatief zijn, innovatie nodig. Nou, grondwerker volgens Minsberg. Ook hier weer twee rollen. In eerste instantie innovatorrol. Die maakt het mogelijk voor veranderingen en aanpassingen. De innovator die zorgt voor vernieuwing. Ook voor trends, risico en onzekerheden. Daaronder ook de middelaarsrol. Want een ander belangrijk aspect van dit model was dat de klanten die je hebt, die moet je eigenlijk vasthouden. Want als je ze vasthoudt, raak je ze niet kwijt van de concurrent. Dus hier zat ook veel meer de salesafdeling onder, waar men steeds meer ging doen. Echt het bemiddelen tussen partijen van hoe kunnen we ze verzorgen dat men bij ons blijft komen voor ons product. Als je kijkt naar de voor- en nadelen hiervan, voordeel: organisaties kunnen ze makkelijk aanpassen als je hier goed mee omgaat. Verandering omgeving en dus ook kunnen groeien of juist kunnen krimpen. Kijk nu naar de recessie van het afgelopen jaar, komen we nu alweer een beetje uit. Moest men ook zo flexibel kunnen zijn om ook weer te kunnen krimpen. Dus dat werkt beide kanten op. Nadelen, als je te veel en te vroeg verandert, dan wil men vanaf buitenkant wel eens kijken, nou, die zijn niet betrouwbaar, die wisselen te veel, onrust binnen de eigen organisatie, daar moet je voor opkijken. En als je naar andere nadelen van is dat te veel opportunisme vaak hier is, maar dan gaan we veranderen, want ik zie mogelijkheden. En als je altijd maar naar mogelijkheden kijkt, dan raak je op een gegeven moment de kans dat je juist de productiviteit, die je natuurlijk in het eerste model hebt, dat je daar oog op verliest. Dat de productiviteit wel omlaag gaat. Dan moet je wel voor oppassen. Twee rollen ook hier weer in, de innovatorrol. Hier vooral leven met veranderingen. Het creatieve denken zit hier ook in. En management van veranderingen. Want veranderingen doorvoeren in organisaties is wel een van de moeilijkste dingen die zo'n beetje is. Als je leider, manager of een eigen onderneming hebt. Ook bemiddelaarsrol. Hoe ga ik die macht verdelen? Wie doet wat?
een stukje onderhandelen over inzet en overeenstemming. Dat heeft ook weer te maken met het model hiervoor. Hoe gaan we mensen goed mogelijk daarin zetten? En ideeën presenteren. Hoe kan ik zo goed mogelijk in ieder geval dit allemaal overbrengen aan een ander? Hoe kan ik mezelf zo goed mogelijk verkopen aan mijn klant of aan mijn leverancier? De vier modellen. Daar in eerste instantie vragen over. Nee, was Sander nog te volgen? Ik ga het wel herinneren binnen een uur zo. Beter. Uiteindelijk resulteert dat in het concurrerend waardemodel. Zoals je ziet zitten hier de vier systemen in. Het rationeel doelmodel, het eerste model waar het gaat over productiviteit. Hier het intern procesmodel waar het veel meer gaat over controle en stabiliteit, het registreren van zaken. Het human relations model waar het gaat over participatie, inzet en milieu van je medewerkers. En uiteindelijk ook het externe model, het open systeemmodel waar het gaat om innovatie en op de juiste manier middelen toepassen. Waarom heet het dan het concurrerend waardemodel? Nou, omdat ze eigenlijk tegenovergestelde dingen doen. Waar hier echt zit op productie en doel en alleen maar productief werken en dus minder kijkt naar je medemens en naar je medewerkers, zit je hier juist alleen maar op de medewerkers. Heb je het hier over stabiliteit en controle intern, heb je het hier veel meer over innovatie en aanpassing, dus veel meer extern. Je ziet ook extern gericht, intern gericht, heel flexibel. Met de mensen meedenken, met de markt meedenken. Hier heel statisch, gaat echt over beheersing, productie draaien en vastleggen. Als jullie rollen inzetten, dan zie je ook die ook tegenover elkaar staan. En hier gaat jullie huiswerkopdracht over. Een goed manager zou ze, en een goed ondernemer zouden ze eigenlijk allemaal moeten beheersen. Kan dat? Waarom niet? Alles kan. Ja, er wordt hier gezegd, als manager kan je ze nooit allemaal beheersen omdat ze zo tegenovergesteld van elkaar zijn. Hoe gaan we er dan mee om? Het kan wel. Want het is afhankelijk van de situatie welke rol op dat moment belangrijk is. Ja? En zou je ze allemaal wel toe kunnen passen? De werkelijkheid is wel zo dat sommige mensen zijn een heleboel wel goed. Maar je merkt ook wel dat de meeste mensen wel bepaalde rollen waar ze veel beter in zijn dan andere rollen. We komen weer terug op les 1 van ondernemersvaardigheden. En daar zat in dat je ook mensen om je heen moet kunnen vinden die je aanvullen. En daar gaat dit eigenlijk ook over. Als jij heel erg een goede producent bent en heel erg op productiviteit zit en dat goed kan bemiddelen, heb jij waarschijnlijk binnen je bedrijf iemand nodig die jou eraan herinnert dat je wel met mensen samenwerkt en dat je daar ook af en toe aan moet denken. En anders dan blijven ze niet lang bij je. Wat we jullie opdracht gaan doen is, jullie gaan een test maken waaruit blijkt welke rollen je beter beheerst en welke rollen je niet beter beheerst. En daar volgt dan weer een andere vervolgopdracht uit. Dat staat in de modulewijzer, toch? Ja, dat staat in de modulewijzer. Ja. Als je het concurrerend waardemodel bekijkt, probeer eens te achterhalen in welke rol jij het beste thuis vindt. Ik heb ze net kort even aangezet wat in welke rol zit. Welke rol vind jij het beste thuis en welke rol vind jij jou minst prettig als je kijkt naar die rol? Ik zal even doen. Wie vond zich vooral een producent? Wie voelt zich helemaal niet thuis in die producentenrol? Wie is hier een innovator? 1, 2. Okay, waar voelen jullie wel thuis in dan? Bestuurders? Worden hier bestuurders? Wie is een bestuurder? De simulator? Ook één. En de rest is allemaal niks onder. Loondienst.
Oké, we hebben geen producenten, we hebben één innovator of twee. Bemiddelaars in deze groep. Okay. Bestuurders hadden we er één van, hè? Coördinatoren. Controleurs. Stimulatoren. Mentor. Wie voelt zich thuis in de mentorrol? Bemiddelaar. Zoals ondernemer, je hebt natuurlijk al voor die eerste les heb je de ondernemerstest moeten doen. Deze ook, die legt een klein beetje uit. Als je het trouwens goed vindt, ontcijfer ik heb nu een rapport eraf. Maar die legt wel een beetje uit, ik wil ook niet praten over ondernemerschap. Ondernemerschap is één ding. Hier zijn HBO'ers. Zelfs ook in jullie veld wordt er vaak vanuit gegaan dat HBO'ers eindelijk wel in een leidinggevende rol komen. En dan kom je dus sowieso wel tegen, in managementvaardigheden, maar ook in je gewone werk, zoals ik al zei, je komt het overal wel tegen. Als je nu denkt van nou, ik heb helemaal geen producentenrol. Nou, volgens mij produceren jullie genoeg elk kwartaal weer. Al is alleen al aan rapporten, aan nou, ik kan het allemaal maken, reflecties en dat soort dingen. Dus jullie produceren genoeg. Ook elkaar stimuleren als je kijkt naar projecten. Dus al die rollen voer je nu al uit. Als je jezelf goed weet in te schalen in dit model. Dan weet je ook waar je sterke en zwakke punten liggen. Dan weet je ook waar je het beste wel of niet mee kan samenwerken. Het helpt je een stukje met zelfreflectie. En daar is het model grotendeels voor bedoeld. Goed. Uiteindelijk komen er 24 vaardigheden uit. Dat zijn ze allemaal bereiken. Nou, voor elke vaardigheid die hier staat. Gaan jullie bepalen hoe je daar vaardig in bent. Zelfreflectie met nee, ga ik niet zitten en vaak naar de orde hebben. Eén pagina per vaardigheid. Ja, één pagina per vaardigheid, die al in zit. Deze 24 vaardigheden, als ik nog heel even mag. Als je kijkt naar die 24 vaardigheden, die helpen je wel. Om een beetje inzicht te krijgen in die rollen. Deze presentatie krijgen jullie ook gewoon toegestuurd, zodat je die informatie hebt. Wat ik zeker van tevoren moet zeggen. Dat is toch wel zo. En die opstaat in huis ook. Vragen!